Nee, het is geen Mystic Manor, maar het is Discovery Club. Yes. De enige dark ride in het park. Welkom dames en heren bij een gloednieuwe aflevering van Planet Coaster. En vandaag zijn we beland in Hellendoorn. Ik heb een mail gekregen en daarin kreeg ik dus dit project opgestuurd. Gemaakt door Rashijver. Ik hoop dat ik het goed zeg. Rashijver. En hij heeft dus Discovery Club, de enige dark ride uit Hellendoorn, nagebouwd in Planet Coaster. Nou, geloof het of niet, maar deze attractie is ook in het echt onder de grond gebouwd. Dus we gaan eens even kijken wat hij ervan heeft gemaakt. En voordat we in deze attractie duiken, is het misschien heel leuk om even te kijken, toen ik vorig jaar in Hellendoorn was, om gewoon even te kijken hoe ik dat heb ervaren, deze attractie. En dan gaan we daarna overschakelen naar Planet Coaster. Nee, het is geen Mystic Manor, maar het is Discovery Club. Yes. De enige dark ride in het park. Hesso, wat is het verhaal achter dit soort, het lijkt een beetje op een spookhuis, maar dat is het totaal niet, nee, geloof ik. Het verhaal gaat om van een professor, waarvan ik de naam even niet meer weet. Die heeft eigenlijk allemaal experimenten en spullen in zijn huis staan. En door een fout experiment, zijn al die dingen gaan leven. En al binnenin dan kom je in een karretje met een pistool. En dan moet je dus tijdens de rit proberen alle dingen weer dood te maken, zeg maar. Dus dat ze weer niet levend zijn. Mooi verhaal, hè? Prachtig. Ik werd even emotioneel, zag je het? Ja. Nee, het is goed verteld, toch? Wil je een zakdoekje? Welkom in de Discovery. U gaat naar de station in wagen. Heel apart, we gaan eigenlijk onder de grond, heb ik het gevoel. Vervolgens pakt u het pistool rechts naast uw schoen. Dat is heel apart gedaan. Oh, leuke teksten weer hier. Nou, de attractie heeft net zo al verteld, het verhaal in ieder geval. Het zijn allemaal objecten en die gaan bewegen als je inderdaad op dat rode balletje schiet. Hetzel, lukt het? Ja? Ja, ik hoef nu niks te doen, ik heb het helemaal makkelijk. Ik kan het wel proberen hoor. Wacht even. Ik ga het gewoon proberen. Dit is het wapen. En er komt een rood lampje uit. En dat rode lampje, dan gaan we dus op die doelen schieten. Het lijkt een beetje al op een soort museum. En dat museum gaat tot leven komen zodra je dus actie onderneemt met dit wapen. Hoppakee. Ah, erg leuk gedaan. Ik vind het tot nu toe een hele leuke attractie. Leuk ingericht. Overal waar je kijkt zie je wel wat. Hey, er komen ook leuke geluidjes uit de objecten. Hier krijgen we een donkere tunnel. Gaan we naar de volgende scène. Kan je even rusten. Een rustmoment, denk ik. Lekker jullie irriteren met het lampje. Ja, dit is natuurlijk voor familie ook fantastisch om te doen, zo'n attractie, en voor kinderen. Het is een interactieve dark ride, om het zo te noemen. En ik geloof ook dat dit de eerste interactieve dark ride was van Nederland. Ja, echt heel gaaf gedaan. Maar het lijkt echt op een soort van kelder waar je in gaat, een soort museumachtig iets. Volg uw intuïties. En raak alle doelen. En op het einde heb je ook nog een puntensysteem. Dus dan kan je kijken of je gewonnen hebt van een vriend of je moeder. En op het einde staat er ook een grote beer. Nou, als je die beer niet wil raken, dan weet ik het ook niet meer. En je draait natuurlijk rond, dus elke rit is anders. Kom maar lekker schieten in de tent. Kom maar lekker schieten in de tent. Ongelooflijk, wat een attractie, Discovery Club. Grappig is een leuk feitje. Het huisje, er worden evenementen gehouden en beneden is de attractie gebouwd. Onder de grond. Ja. Ik vind dat heel tof om dat weer een keer terug te kijken. Ik vind dat gewoon, ik weet niet, dat is gewoon een beetje, daar krijg je weer herinneringen natuurlijk. Nou, we gaan hier langs het gebouw, want daar is de ingang. En dit klopt ook allemaal. Dit is zo vet.
Tips, maak het donker voordat u verder loopt. Schiet op de rode lampjes voor punten. We moeten dus even donker maken, dus voor de zekerheid maak ik het gewoon even nacht. Voordat we dadelijk doorlopen. Nou, het is inderdaad een klein beetje een soort van doolhof hier binnen. Maar hier gaan we dan met de trap naar beneden. En hier zie je dan inderdaad, oh dat is gaaf gedaan dit, van die inhammetjes. Heel leuk. Met allemaal skeletjes. En dan ga je naar rechts. Dat klopt ook allemaal. En hier is dan de attractie. Het gaat natuurlijk om een trackless dark ride. Laten we hem testen en erin zitten en genieten. En kijken of het een beetje klopt met het origineel natuurlijk. Wordt weer uitgezwaaid. Ik zal niet de testresultaten onder mijn facecam laten zien. Want het is totaal niet nodig. Deze attractie blijft gewoon één snelheid behouden. En dat is gaaf. Hij heeft gewoon van die rode lampjes toegevoegd. En af en toe dan gaan die flikkeren en dan bewegen er ook dingen. Dat is gaaf. Je hebt inderdaad gewoon een laserpistool. En daarop moet je dan gewoon gaan richten op verschillende objecten. En die gaan dan bewegen of maken geluid of wat dan ook. Ik vond het een hele verrassende dark ride. Dat merkte je wel in de reactie toen ik in de attractie zat en toen ik eruit kwam. Ik vond het gewoon hartstikke gaaf en een hele mooie toevoeging voor Hellendoorn. Ik hou sowieso van dark rides. En in die wat kleinere pretparken zie je dat niet vaak terugkomen. Zoiets als dit, een interactieve shooter. Gelukkig heeft Bobbejaanland dat natuurlijk ook. Hè, met die Wild West setting. En dit is toch een beetje een soort van, ja, volgens mij is het een museumachtige situatie waar we ons bevinden. Maar het is met booby traps en een beetje Inca. Een beetje Inca aangekleed. Een beetje tempels, denk ik. En hier dan van die beestjes. Ah, oh, hij heeft wel echt hele leuke objecten gebruikt. Hij heeft gewoon alles uit de kast gehaald. En ik geloof bijna alle objecten gewoon geplaatst die je maar kan hebben in het spel. En dat vind ik wel erg bijzonder. Waar komen we nu? Bij een hele donkere scène. En dan komen we aan bij het einde. Dat gaat snel. Dat gaat echt zo snel voorbij. Het was waarschijnlijk toch wel heel erg leuk dat ik even de originele attractie heb toegevoegd aan deze video. Want anders zijn we zo snel klaar. En het is gewoon even genieten van zo'n Hellendoorn attractie. Er zijn heel veel objecten. Nou, hij heeft gewoon kamers gemaakt natuurlijk. Leuk met die vlag als achtergrond. Een beetje riddersachtig. Dan hebben we hier een beetje... Het is ook een beetje een kelder. Volgens mij was het... Volgens mij was het niet gebaseerd op een museum. Maar meer op een kelder. Maar heel tof gedaan. Alles beweegt. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Nou, bedankt in ieder geval voor het inzenden van deze attractie. Kijk dan ook. Hartstikke leuk, al die bewegende onderdelen. Heel creatief gedaan. Hij heeft ook nog een hijskraan erbij gezet. Nou, laat voor even een duimpje achter. Volgende keer zijn we terug met een nieuwe attractie. En die gaan we natuurlijk weer eventjes een onride voor maken. Een beetje een review-achtig ideetje. En tot de volgende keer. Doei doeg!